Goedemorgen, het is zaterdagochtend en ik wou even tijd nemen om een vraag te beantwoorden die ik deze week een paar keer heb zien passeren bij een aantal klanten van ons. En dat is als je aan het solliciteren bent en je krijgt de vraag, ben je ook nog aan het solliciteren op andere plekken? Wat vertel je daar dan op? Nu, veel hangt af van je situatie. Als je geen job hebt op dit moment, is het niet zo geloofwaardig om te zeggen nee, kijk, bekijk het wel een beetje. Dat komt zelfs een beetje lui en gemakzuchtig over. En het is ook normaal, hè, als je een job nodig hebt, dat je aan het solliciteren bent. Dus je kan daar heel eerlijk op antwoorden dat je uiteraard aan het solliciteren bent. Je hoeft niet te antwoorden op de vraag op welke functies of waar solliciteer je dan. Je kan wel een indicatie geven van het soort van functie of het soort van bedrijf waar je interesse in hebt en hoe deze keuze daar dan bij past. Dus dat is een heel eerlijk en geloofwaardig antwoord. Ook als op dat moment net alles afgelopen is buiten die ene, kan je ook gewoon zeggen, hè, van ik had er een aantal lopen en dit is het type functie waar ik graag op voor in aanmerking kom. Als je natuurlijk aan het werk bent op dit moment, is het een beetje een gevaarlijker vraag. Het is te zeggen, als je zegt ik wil er dringend weg, dan heb je alle redenen om te zeggen, en ik ben ook heel actief aan het solliciteren, maar als je niet dringend weg wil, ja, kijk dan wat je vertelt natuurlijk. Hè. Dus waarom vraagt men die vraag eigenlijk? Om te beginnen gewoon uit eerlijke interesse. Om te kijken van ja, waar heb jij interesse in en is dat een beetje coherent met jouw verhaal? Een andere vraag is ook, als ze jou heel graag willen hebben, dan willen recruiters vaak ook wel weten van, of managers, van hebben wij concurrentie en moeten wij ons haasten op een of andere manier. Want ik heb al vaker geweten dat we ons dan effectief ook heel veel harder gingen haasten, hè, als een kandidaat in een eindfase zit bij een ander bedrijf. Dus dat is ook een reden voor die vraag. Dus mijn advies is, wees er eerlijk over, maar wees er ook verstandig eerlijk over en wees er consequent in. Hè. Dus zorg dat het klopt met jouw verhaal. Je hoeft niet te antwoorden over bij welke bedrijven. Ik heb in het verleden zelf, toen ik solliciteerde, wel eens wat intrusive, toch wel indiscrete vragen gehad, zeg maar. Over en bij welk bedrijf dan en voor welke functie enzovoort. Een vraag die je ook gaat krijgen is van, en als je dan tussen meerdere jobs kan kiezen, welke zou je dan kiezen en waarom? Dus dat is een van die dingen waar we jou ook in begeleiden, om goed na te denken over wat zijn jouw keuzecriteria. En dat geeft aan het bedrijf ook weer een indicatie of jij op de juiste plek zou zitten, of je daar gelukkig zou zijn ook, want dat is ook wel een reden om de vraag te stellen. Zo, ik hoop daarmee een vraag beantwoord te hebben die bij velen van de mensen die ik deze week heb ontmoet leeft. Als je nog een andere vraag hebt, feel free, stel ze ons. Ga naar makemefly.be, contactpagina en stel jouw vraag.